Ik zou vanavond eens mijn motor gaan wassen. Want dat denk je er ook niet uit. Dan moet ik eerst even langs het stadje. Even van die handschoentjes. Want ik had ze wel, weet je, hoe noem je die dingen? Ik weet niet meer hoe ze heten. Maar ja, dat doe je gewoon om je hand. En dan heb je een soort van gekke shit. En dan kan je mee je motor wassen zonder dat er kras op komt. Moet ik er twee hebben. Eentje voor met zeep en eentje zonder zeep. Zo doe ik het altijd. We hebben wel weer een lekker weertje hoor. Ik was trouwens eergisteren nog een stuk rijden met Nicola en nog een paar anderen. En ik had het gefilmd. Met Nicolai samen, die had ik een dual vlog gemaakt. Hadden we opgenomen, dachten we. Dus ik kom thuis. En toen wou ik zijn audio luisteren. En dat ik dus blijkbaar iets verkeerd gedaan, want ik hoorde op zijn audio alleen mijn eigen. En op mijn eigen hoorde ik ook gewoon mijn eigen. Dus ik hoorde mezelf twee keer. Dus ik dacht, wat de fuck is dit? Maar we zeggen, jammer, dat was echt leuk. Als die geluk zou zijn. Ja, dat heb je ook wel eens. En je denkt je van, ah, dat wordt echt een leuke video en dan kom je thuis en dan ben je eens opgefuckt. En dan werkt het weer niet. Maar we hadden wel tijd om nog even langs Harley Davidson te rijden. Toen had ik gevraagd of ze me konden vertellen hoeveel het zou kosten als ik dat nieuwe stuur wou. En wanneer het allemaal kon en dat soort dingen. Maar het is toch wat duurder dan ik dacht. Dan moet ik even nadenken over wat ik ga doen. Misschien dat ik een andere neem nog steeds hoog. Ja, hoog. Bedoel tot hier. Dat ik gewoon wat rechterop zit. Maar als je een hoge stuur neemt waarvoor ik was gaan kijken, dan worden je kabels verlengd. Wordt erop gezet, je hebt ook pakking nodig, zei hij, voor hieronder blijkbaar. Weet je, ik heb zelf ook wel eens motors gebouwd vroeger, voordat ik filmpjes van maakte en zo. Zoals die Rebel. Dat had allemaal geen pakking nodig. Dus dat was allemaal een stukje makkelijker en goedkoper. Er zit trouwens een ander SD-kaartje nu in mijn camera, want die andere was nog vol. En ik had geen tijd om het op mijn computer te zetten en hem te legen. Dus ik vraag maar hoe deze is. Het is wel lekker droog hoor. Yes, nou weer naar de action, dan haal ik die handschoen op om motor te wassen. Dan ga ik hem even spuiten. De banden. Oh. Dan ga ik hem even spuiten. Of ja, de banden. Dat heb ik thuis helemaal niet, die spullen daarvoor, dus dat moet ik even bij de wasstraat doen. Dan heb ik mijn motor even gezien. Ik heb mijn zonnevisier omlaag, ik zie geen moer zo. Oké, ben ik zo terug. Dat was kansloos. Ze hadden het niet. Ik had echt verwacht dat de Action het wel zou hebben. Maar goed, dan moet ik dus naar een autowinkel. Ik ga wel even naar Rabbit Car Shop. Ik vroeg aan die kerel binnen, aan die jongen. Een jongen van 15 of zo. Heb je van die sponshandschoenen waar je je auto mee kan wassen en zo? Dat je geen krassen geeft. Weet je, van als je het met een normale spons doet, geef je snel krassen. Ik liet hij me van die, hij zei van, ja, hebben we wel. Ze lopen, ik loop met die gast mee. Ik kwam bij van die afwashandschoenen, weet je, van die gele. Van die rubberen. Ik denk, dat is het niet. We zien dat je een grote Action hebt, die nieuw is. Ga ik proberen of rij ik gewoon meteen naar die autowinkel? Ik rij gewoon meteen naar die autowinkel toe. Dan sta ik daar binnen ook van, joh lul, dat is het weer niet. Wat een stomme kut zeg! En mijn toeter klinkt echt niet agressief genoeg. Je hoort me toch aankomen? Wat de fuck was dat? Hoe kan je dit niet horen? Dode mensen horen dit. Trouwens, ik weet niet wat de fuck ik allemaal ga doen. Maar ik ga even wassen. Dat ga ik eerst doen. Dan ga ik naar die winkel, haal ik het ding op. En dan ga ik naar huis. Dat is veel slimmer. Ga jij naartoe? Met je beide handen los. Steek dan één teringklauw uit. Wat een sukkel net op die fiets. Echt tering. Ik moet even naar geld wisselen. Moet je kijken hoe smerig. Snap dat ik er elke dag mee rijd. Dat mijn auto nog steeds niet af. Dus dan krijg je dit soort ding. Maar het is gewoon zonde, man. Ik bedoel, het niet cheapo hoor. Even spoelen. Ik probeer wel zoveel mogelijk bij al die elektrische shit
vandaag blijven hoor. Iedereen van wat doet deze nerd. Weer mooi geweest. Ik vind het echt jammer dat die video van eergisteren mislukt is. Als hij gelukt is, als hij zo leuk wordt. Was dat dat Nicolai dat janker die geen halie heeft. Ging je weer lijp doen. Je kon hem ook gewoon horen als het gelukt was. Jammer. Dat is echt zo'n zonde, man. Oké, nou, ik denk ook wel dat de meeste tering zo er nou wel af is. De meeste prut en zo. Ik moet denk gewoon een zeil mee naar mijn werk nemen. Dan moet ik hem erover achterop doen. Eroverheen doen. Dat is ook wat netter. Even een zeiltje bestellen. Gewoon eentje die in mijn tas past, weet je. Met een al te lijpen. Want ik heb thuis een zeil. Dat is echt een goed zeil. En daar zit ook een soort van wol of zo aan de binnenkant. Of ja, nee, geen wol, stof. Gewoon een soort van stof shit. En dat beschadigt dan ook je motor niet. Het is echt een goed zeil hoor. Alleen die past niet in mijn tas. Trouwens, mensen die wel wat vaker naar mijn video's kijken, dan kan het niet zo zijn dat je Joey niet hebt gezien. Maar Joey is vorige week gevallen. Met zijn motor. En dat deed niet eens gekke shit. Hij reed gewoon. Nou, weet je, als ik zeg hij rijdt 50, is denk ik ook niet helemaal waar. Ik denk dat hij meer 55 zou rijden. Maar goed, hij reed dus gewoon in een straat. En ik zei al een keer tegen hem, die handschoenen die hij aan heeft zijn kut. Maar hij had ze toch aangetrokken. En hij zegt dat er iets niet lekker zat bij zijn gashendel en dat hij daar niet goed kon stoppen. Maar hij is toen dus uiteindelijk met zijn band tegen een steen aangekomen. En zijn motor viel in de bosjes en hij vloog over de bosjes heen. En nou is dus zijn sleutelbeen gebroken. Dus Joey rijdt een tijdje niet, dat is wel jammer. Het is altijd wel leuk als hij gewoon erbij rijdt. Beetje wheelies trekken en shit. Maar dat kan niet. En hij wil het ook gewoon zelf een keer vertellen. Dus ik zou niet alles helemaal vertellen hoe het gegaan was. Dat wil hij ook gewoon zelf doen. Dus dat komt nog. Maar ja, ik wens hem veel sterkte. Het is gewoon kut. Hij kan ook zo niet, hij kan nou dus ook niet naar het werk komen. Omdat hij niet kan rijden. Lijkt me kut hoor, moet je 6 weken wat binnen zit. Gaat hij echt niet doen hoor. En die kill nou wel langer als vandaag. Als zijn arm een klein beetje beter voelt, rijdt hij wel weer ergens mee hoor. Dat is toch wel echt een leuke motor hoor. Kijk, hoor van de binnen maar zo terug. Zeg, ik heb het alweer. Nou lekker, daar zit wel. Dat is wel iets duurder dan ik had verwacht. We waren ook eergisteren wat gaan eten. Met nog wat andere Harley-rijders. En toen vroegen ze waarom ik deze niet wegdeed. En dan wat sneller dan. Weet je, ik had er wel van nagedacht van ja, het is toch niet de snelste Harley. Ik bedoel, gaat wel rustig 160, 170. Nee, weet je wat het is? Ik heb er al een band mee gekregen. Ik denk niet dat ik deze echt heel snel weg kan doen. En ik kan gewoon de snelweg ermee op. Ik heb er plezier van. Maakt een mooi geluid. Maar kunnen meer mensen daar wat over mee zeggen. Weet je, dat je toch wel met zo'n machine. Of het nou een auto is, een boot, een motor, een fucking vliegtuig. Dat je er toch een band mee krijgt. Hoe je op hard voor gewerkt. Je doet aanpassingen ervoor. Dus als ik naar thuis ben, dan ga ik maar even goed wassen. Ik ga nog even laten zien hoe die geworden is. En dan komt hier Joey weer aan met zijn arm die nog wel heel is. Like en subscribe. En dan zeg ik, at the muscle.